Welkom, we gaan vandaag oefenen met elektronenparen die zich verplaatsen in reactiestappen. En we kijken naar enkele grensstructuren. Vier opgaven met vier tijden. Hieronder staan twee grensstructuren van een deeltje onvolledig weergegeven. Het deeltje I is een grensstructuur van X. In het deeltje I komt een atoom voor waarbij niet wordt voldaan aan de octetregel. Maak de grensstructuur van beide deeltjes af. Geef formele ladingen aan. Succes! Nou, de deeltjes moeten voldoen aan de octetregel, die atomen. Zuurstof heeft totaal 8 elektronen om zich heen. Wanneer we hier nog 2 van die streepjes neerzetten, 2 lampères, dan heeft hij hier 2, 4, 6, 8 elektronen om zich heen. Geldt ook voor dit zuurstofatoom. 2, 4, 6, 8, wanneer hij hier nog 1 elektronenpaar van mij of van jullie bij krijgt. Hoe zit het met de formele lading? Zuurstof heeft 6 valentie-elektronen. De elektronenverdeling van zuurstof is 2,6. Dat is bij dit zuurstofatoom in orde. 1, 2, 3, 4 eigen elektronen. Van dit gemeenschappelijke elektronenpaar 1 is 5. En van dit gemeenschappelijke elektronenpaar is er eentje van zuurstof. Dus 6 valentie-elektronen. Dat klopt. Hier geen formele lading. Maar daar wel. Zuurstof heeft hier 1, 2, 3, 4, 5 eigen elektronen om zich heen. Hij hoort er 6 te hebben, dus hij heeft een lading van 1+. Hij komt 1 elektron tekort. Vandaar hier die plusladding. En koolstof is verder in orde. Koolstof heeft overal 8 elektronen om zich heen. Die ook, 3 van die waterstof, 3 keer 2, 6 en deze 8. En dit koolstofatoom ook 8 elektronen om zich heen. We moeten naar deze grensstructuur toe. Grensstructuren kun je vinden, kun je afleiden. Door die elektronen te laten verplaatsen. De lading gaat zich verplaatsen over een deeltje. Nou, dat kan hier. Deze is positief. Deze positieve lading kan zich dus ook gaan verplaatsen. Deze elektronen verplaatsen zich naar het zuurstofatoom toe. Wanneer dat gebeurt, en dat is ook wel enigszins voorstelbaar, want deze zijn negatief en die is positief, voldoet zuurstof nog steeds aan de octetregel, krijgt daar dan, zoals hier getekend, die twee elektronenparen naast zich, zeg maar, heeft hij er weer totaal 8. 2, 4, 6, 8. Dat is in orde. Deze was ook in orde. Alleen hier met koolstof wringt het nog een beetje. Deze heeft hier 2, 4, 6 elektronenparen om zich heen. En dat klopt dus niet helemaal. Maar hoe zit dat dan met dat koolstof? Koolstof hoort 4 valentie-elektronen te hebben. En hij heeft er hier om zich heen 1, 2, 3. Dat betekent dat hij er dus 1 tekort heeft. Maar dat klopt ook, want die positieve lading is op dit koolstofatoom terechtgekomen. En nu zie je dus dat dit deeltje niet voldoet aan de octetregel. Vandaar ook dat, dat die opmerking erbij stond. Ik heb hier de letterlijke tekst staan van het examen. Twee stappen uit een reactiemechanisme zijn op de uitwerkbijlage weergegeven. In stap 2 wordt stof B gevormd. En dat zie je hier gebeuren. Ik heb hem hier voor je overgenomen. Hier gaan we ons vandaag mee bezighouden. In stap 2 wordt dus stof B gevormd. Hierbij neemt een oaminion eerst een H-plusion op van het organisch deeltje dat in het kader is weergegeven. Dit is het kader en daar is mijn oaminion en die neemt dus een H plus op. Het oaminion treedt in stap 2 op als katalysator. Dit is die tweede stap. Voer de volgende opdrachten uit. Voor maar 2 punten, vind ik best weinig. Geef op de uitwerkbijlage hier dus in het kader alle niet bindende elektronenparen weer. En geef met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens stap 2. Gaan we doen. We gaan eerst de niet bindende elektronenparen weergeven. Hier staan ze nu. Zuurstof 8 elektronen om zich heen. 2, 4. Dus komt daar nog een lonpaar 6. En daar eentje heeft hij er 8. Geldt ook voor dat zuurstof en dat zuurstofatoom. Hier komen 3 lonpaars omheen. 2, 4, 6, 8 elektronen heeft hij nu om zich heen. En die lading van 1 min, dat was natuurlijk al gegeven. Maar kun je ook heel goed nu nagaan. Zuurstof heeft 6 valentie-elektronen. En hier heeft hij de 1, 2, 3, 4, 5, 6 en eentje van het gemeenschappelijke elektronenpaar 7. 1 te veel, vandaar die minlading.
Goed, we gaan nu met pijlen weergeven hoe elektronenparen zich verplaatsen tijdens stap 2. En dat doen we door eens kritisch te kijken wat hier gebeurt. Je ziet hier een H-atoom en die zit daar en een H-atoom hier en een H-atoom daar. En daartussenin wordt een dubbele binding gevormd. Dat is dus hier. En je ziet deze OH-groep is weg. En dit H-atoom is ook weg. En er was gegeven dat het O-aminion eerst een H-plusion opneemt van het organisch deeltje dat in het kader is weergegeven. Dus dit zal als H-plus naar O-amin gaan. Dat betekent dat een H-plusje, dus alleen maar één klein protonnetje, heeft helemaal geen elektronen meer. Dat er dus lading, een elektronenpaar van dit O-aminion, naar deze H toe moet komen. Zo, en nu kan dit als H plus naar OH min toe en dan kan het als H2O worden afgevoerd. Dat betekent dat dit als H plusje verdwijnt, dat hier dus gewoon nog een elektronenpaar zit. Nou, het wordt een dubbele binding, hè. Daar wordt hier een dubbele binding. Dus dit elektronenpaar moet wel hier tussen komen. En als dat gebeurd is, dan heeft dit koolstofatoom een probleem, want hij wil 8 elektronen om zich heen hebben. Hij heeft dan hier een dubbele binding 2, 4, 6, 8, 10. Nou, dat is natuurlijk te gortig, dat kan niet. Daar wordt wat aan gedaan. Dit elektronenpaar verdwijnt dan, of dit elektronenpaar slaat op het zuurstofatoom, want het moet als OH- hier weer vertrekken. Dus, dat gaat ook gebeuren. Dit elektronenpaar gaat in zijn geheel op het OH-deeltje, dan krijg je hier weer een OH-ion. En dat vertrekt dan en dan zijn we er. We gaan naar de volgende. In een bepaalde bacterie wordt een polypeptide keten, en dat is een keten die is opgebouwd uit aminozuren, op onderstaande wijze gevormd. Nou, dit was gegeven op het examen. We gaan ook niet in op wat modules betekent. Maar je ziet hier dat hier de polypeptide keten gegroeid is. Je begon met 5 aminozuren, hier heeft hij de 6. Maar dat is wel gebeurd doordat deze lange keten van 5 aminozuren los is gekoppeld en aan deze 6e aminozuur is gekoppeld. En op die wijze groeit de polypeptide keten. Zo stond het op het examen en zo stond hij op de uitwerkbijlage. En aan deze uitwerkbijlage waren de volgende twee vragen gekoppeld. Geef de niet bindende elektronenparen weer van de structuurformules aan de linkerkant van de reactiepijl, dus van deze. En geef met pijlen weer hoe de elektronenparen worden verplaatst tijdens de reactie. Oké, dat gaan we doen. We beginnen met de niet bindende elektronenparen. Daar zie je ze. Zwavel voldoet nu aan de octetregel 2, 4, 6, 8. Dat klopt. Zwavel heeft ook 6 valentie-elektronen. Je heeft hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, dus niks aan de hand. Nou, zuurstof 8 zijn we vandaag eerder tegengekomen. Stikstof komt nu hier 1 looppair bij. 2, 4, 6, 8 elektronen om zich heen. Zuurstof en stikstof weer. En rechts doen we dat ook. Dan kunnen we gaan reageren. Geef nu met pijlen weer hoe de elektronenparen zich verplaatsen tijdens de reactie. En dan moeten we even goed inzoomen op die structuurformules. Daar zie je een NH2-groep en dat stikstofatoom vind je daar weer terug. En je ziet het stikstofatoom heeft hier een haartje verloren. Maar het is wel dat stikstofatoom, want je ziet hier die CHR6-groep daarboven zit. Daar is dus een C-dubbelgebonden O bijgekomen. Nou, die zie je er daar een en daar een. Nou, welke zal het zijn? Je ziet hier R5-CH staan. En R5CH ook, dus het is die C-dubbelgebonden O, deze, bij die R5CH groep die daar terecht is gekomen. Dus, deze binding is nieuw. Dit is een nieuwe peptidebinding. En die wordt dus gevormd door dit stikstofatoom te koppelen aan die C. Dus dit lone pair gaat naar dat koolstofatoom toe. Ook wel voorstelbaar trouwens, even een klein uitstapje. Die C-dubbelgebonden O, dat is een polaire atoombinding. Zuurstof is delta min, koolstof is delta plus. En dat betekent dat het een beetje positief geladen koolstofatoom erg interessant is voor deze negatieve elektronen. Nou, deze groep moet eraf, die moet hier naar rechts toe. Dat betekent dat deze binding verloren gaat. En dat klopt ook, want dit koolstofatoom, als die hier een binding krijgt,
dan zou die 5 bindingen hebben. Dat kan natuurlijk niet. Octetregel, 4 bindingen. Dus dit elektronenpaar gaat in zijn geheel naar zwavel toe, zodat daar S- ontstaat. Dus dit elektronenpaar gaat daar naartoe. Hup. En dan hebben we die ontkoppeling van dit koolstofatoom met die S. Zitten we nog met die H? Want dit stikstofatoom heeft hier 2 haartjes en daar maar 1. Met waterstof gaat er dus als H+ uit. Dat zien we hier ook. Nou, dat kan. Op deze wijze, wanneer dit elektronenpaar in zijn geheel naar stikstof gaat, en een haartje verlaat als H+, heeft geen enkel elektron meer. Dus de elektronenpaar gaat daar helemaal naartoe. En dat moet ook, want je hebt hier eigenlijk nog een elektronenpaar, een lone pair. En dan zijn we er. Ten slotte nog 2 grensstructuren, in dit geval van stikstofmonoxide, van het eindexamen 2019. En dan heb ik even geknipt en geplakt uit mijn filmpje over het examen 2019 tweede tijdvak. Succes! Bij vraag 23 moeten we 2 grensstructuren tekenen van monostikstofmonoxide. Dat kan, maar we gaan inventarisatie maken en we zien stikstof kent 5 valentie-elektronen en zuurstof 6. Dat verzin ik niet, want die valentie-elektronen die haal je uit je BINAS, tabel 99. Totaal zijn er dus 11 valentie-elektronen in dat molecuul. Dat betekent 5,5 elektronenparen gewenst, uiteindelijk 16, dus 8 elektronenparen. Dat betekent dat er totaal 2,5 bindingen zijn. Dat wil dus zeggen dat er 2 bindingen zijn en een halve binding betekent dus 1 los elektron. En we moeten 5 streepjes tekenen, 5 elektronenparen, om uiteindelijk op die 11 elektronen uit te komen. Nou, 2 bindingen tussen stikstof en zuurstof, dat ligt dus vast. Dus dan komt hij in ieder geval zo uit te zien. En dan gaan we eerst even dat zuurstof omringen met 8 elektronen. Zodat we voldoen aan de octetregel. 1, 2, 3, 4 streepjes en daarna nog eentje voor stikstof. Dan heb ik totaal 5 streepjes. Dan komt er dus nog een half streepje, dus een elektron bij. Zetten we hierbij dat stikstof neer, want zuurstof heeft hier al 8 elektronen om zich heen. Is al tevreden dankzij die octetregel, 8 elektronen. Heeft dit een formele lading? Laten we even kijken. Stikstof heeft 5 valentie-elektronen en dit stikstofatoom, nou 1 elektron van het gemeenschappelijke elektronenpaar is van stikstof en die ook, dus dat zijn er 2. Dit is 3, 4, 5, dus het stikstofatoom heeft hier 5 valentie-elektronen, dat klopt. En zuurstof is ook tevreden, 2, 4, 5, 6 elektronen, 6 valentie-elektronen. Dus komen hier geen formele ladingen bij deze grensstructuur. Dus dit is de eerste grensstructuur. Dan moeten we naar de tweede toe. We moeten aan de hand van hetzelfde schema dus nu een andere grensstructuur tekenen, maar wel met 5 streepjes 2 bindingen. Nou, ik heb geen keuze, die 2 bindingen komen daar. Maar nu ga ik de octetregel toepassen op het stikstofatoom. 2, 4, 6, 8, dat klopt. Dan blijft er voor zuurstof nog maar 1 streepje over, 1 elektronenpaar plus met 1 elektron, dan heb ik weer totaal 11 valentie-elektronen. Hoe zit het hier met de formele ladingen? Stikstof hoort dus 5 valentie-elektronen te hebben. Hij heeft hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 om zich heen. Hij hoort er 5 te hebben, dus 1 te veel. Dus er komt een formele lading van 1 min op dat stikstof. En zuurstof, 6 valentie-elektronen. Hij heeft hier 1, 2, 3, 4 en die 1 is 5. Betekent dus 1 tekort. Dus daar komt een positieve lading. En dit is dan de tweede grensstructuur. Die ga ik dan even daar neerzetten. Zo, en dit is het antwoord op vraag 23.